Heel goede avond iedereen. Week 5 van onze lockdown. Ik hoop eerst en vooral dat alles goed gaat met u en met uw naasten. Want zo zonder kussen en knuffels van wie ons lief is, zonder kappers ook. Ik vind het maar niks, maar we moeten echt volhouden. Mark van Rans die zal zo meteen nog eens uitleggen waarom. En misschien ook al een klein beetje perspectief aandragen toch. Want hij en zijn collega's hebben deze voormiddag deel 1 van hun exit-strategie voorgelegd aan het kernkabinet. Met Jan Segers zit een van de scherpste pennen van Vlaanderen aan tafel en hij staat zelf ook op scherp als het over de politieke kant van dit verhaal gaat bijvoorbeeld, maar ook over de nood om ons zo snel mogelijk weer economisch op gang te trekken, ook al heeft dat mogelijk een zware kost. En met Maarten Boudry, filosoof van de dag, ga ik praten over het belang van de wetenschap, de rol die de wetenschap in een crisis van dit kaliber speelt. Veel vragen dus, welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Professor, het is een lang weekend geweest. Hè. Er zijn toch wel wat dingen blijven hangen, moet ik zeggen, in mijn hoofd. U zei, ik weet niet wanneer het precies was. Was het vrijdag al? Ik weet niet of het weekend geweest is. Nee, u kent dat niet meer, hè, het onderscheid. Maar u heeft wel gezegd, mensen hebben geen idee hoe dicht we bij een lockdown Wuhan-stijl zitten. Was dat helemaal gemeend of was het ook een beetje om nog eens de ernst van de zaak duidelijk te maken? De twee, denk ik. Wij staan inderdaad daar niet heel ver vanaf wanneer die curve de verkeerde richting uitgaat. De mensen denken nu, wanneer dat een paar dagen daalt, dat gaat altijd blijven dalen. Nee, die curve wordt volledig bepaald door hoe wij ons allemaal gedragen en soms ook hoe enkelingen zich gedragen. Dus dat is fragieler dan men inschat. Dus als het een paar dagen... Want de ziekenhuisopnames, dat zijn nogal... Ja, het gaat naar beneden, dat maar goed. Als dat naar boven gaat, een paar dagen, wat dan is het echt de vijzer op? Wel, dan gaan we pas zien binnen een tiental dagen. Ja. En hopelijk wordt dat dan gemaskeerd door een daling die normaal zich doorzet. Mm-hmm. Dat dan misschien iets trager naar beneden gaat en dan gaat nog niemand zich daar grote zorgen over maken. Maar wanneer dat dusdanige vormen zou aannemen dat dat terug omhoog gaat, dat is een alarmsignaal. Ja. Maar als ik hoor Pieter de Krem die zei van nee, dat gaan we niet doen. Steven van Gucht, uw collega, zei ook, ik denk echt niet dat het zover zal komen. Is dat een beetje good cop? Good cop, bad cop, ja. Is dat zo? Wel, ik moet dan de bad cop spelen, hè. Nee, maar zit daar toch wel wat achter van strategie van kijken? Eentje. Nee, ik denk dat gewoon de verschillende temperamenten zijn. En dat komt dan heel spontaan, denk ik. Ja. Heeft u zich kwaad gemaakt dit weekend? Ik maak me zelden kwaad. Ja. Echt, hè? Ook niet met wat u allemaal hoort, de paasfeesten van 30 personen. Want de cijfers zijn intussen, ik neem aan op basis van die telecommunicatie, zijn wat bekend, veel meer verplaatsingen effectief, inderdaad. Dat is zo. En dan maak je daar wel een beetje zorgen over, ja. En dan vraag ik me altijd af van, wat is het excuus? Het excuus kan niet zijn, we wisten het niet. Dat is nu echt heel onmogelijk. Ook geen idee dat er ergens een crisis is. Ja, dat kan niemand inroepen. Dus dan is het echt van, ja, wij denken dat dat wel oké is om te doen. Men gaat dat voor zichzelf dan rationaliseren. En wat ik het meeste hoor is van, ja, wij zijn niet ziek, die mensen zijn niet ziek. Ja, dan zal het wel geen kwaad kunnen wanneer we samenkomen. Ja, ik kan dat begrijpen dat men zo denkt. Maar bent u zeker dat iedereen dat weet? Ik heb het verhaal van een vriend die bij zijn stiefkinderen kwam. Die stiefkinderen wilden hem, dat waren tieners, wilden hem een hand geven. Zegt, jongens, dit doen we niet, hè, op dit moment. En een beetje later vroegen ze, zegt die Mark van Ranst, wie is dat eigenlijk? Ik vroeg me dan wel af, zijn de tieners, zijn de jongeren mee? Als je hoort dat de helft van de overtredingen waarvoor geverbaliseerd wordt, dat mensen onder de 30 jaar zijn. Ja, die zullen niet allemaal naar de afspraak kijken. Hè. Dat is het grote probleem. Hè. Ja. Er zit iemand... Dus wij moeten ervoor zorgen dat die op andere manieren kunnen bereikt worden. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Nee. Uw zoon zal wel mee zijn. Hè. Je hebt ook tieners in huis, zeker? Ja? Twintigers. Twintigers. Die zijn mee. En niet meer in huis? Ja. Die zijn helemaal mee. Ja. Ja. Die volgen het echt wel op de voet. Maar je voelt, denk ik, iets meer bij twintigers. Net zoals bij zeventigers, tachtigers. Toch iets meer de behoefte om toch naar buiten te gaan, om vrienden te zien. Mm. Bij 70'ers en 80'ers om kleinkinderen te zien. Dus nu, ik ben voorzichtig om te zeggen van de discipline ontbreekt bij tieners, 20'ers en bij de wat ouderen, zo veralgemene wil ik het niet. Maar ik merk dat wel, ja.
Dat is ook een behoefte, hè? Ja. En dat is ook iets wat besmettelijk is, natuurlijk. Als mensen van elkaar zien, ah, iemand komt buiten, ah, oké, die mensen gaan wat dichter bij elkaar staan. Die gaan misschien al eens samen in het park een praatje slaan en zo. Dus dat is een soort van normvervaging die heel snel kan intreden. Ja. Waarbij dat mensen eigenlijk gerustgesteld worden door elkaar. Hè. Net zoals dat ze aanvankelijk bang werden gemaakt door elkaar. Werd dat nu je voelt ook dat iedereen probeert om zijn eigen normen te bepalen. Ja. Omdat ze soms niet strikt genoeg gedefinieerd worden door de overheid. Of niet strikt genoeg worden gecontroleerd door de overheid. Als je dan nog bijvoorbeeld een burgemeester van Antwerpen erbij hebt, die gedurende een periode zelf heeft gezegd van ik bepaal zelf wel wat ik handhaaf en wat niet, dan geef je toch een beetje het signaal aan niet weinig mensen van bepaal zelf maar hoe ver het gezond verstand jou toelaat. Want wordt daar dan... Ik ga er nog even, want jij spreekt over de advertentie, was het op Facebook, hè, van Bart Wever over op het bankje. Die hij intussen heeft teruggetrokken. Ja, er zijn ook wel wat mensen geschrokken. Ik moest ook even kijken toen ik de tweet van Vincent van Quickenborne zag, burgemeester van Kortrijk, zegt van alle nog even volhouden. Eind deze maand komt de vrijheid terug. Onze vrijheid. Zalig Pasen. Heeft u zich ook niet daarover niet kwaad gemaakt? Dat is wel heel optimistisch. Hè? En ook, ik denk, wanneer je politicus bent, ook niet heel strategisch en slim om daar bijna een datum op te gaan plakken. Dat kan wel eens fout lopen. Hè? Wordt dat dan besproken in jullie groep en ook met de politici waar u contact mee heeft? Uitgebreide analyses van gemaakt. Van de tweet van Vincent van Quickenborne. Het creëert niet alleen valse hoop, het kan ook mensen precies weer aanzetten om te denken het is toch bijna achter de rug. Ja. Het licht is al aan het einde van de tunnel, dus dan mogen we ondertussen al wel weer een beetje versoepelen enzovoort. Het is een virus dat geen interpretatie verdraagt, hè? Of geen vrije interpretatie van wat mag en wat niet mag. Het Engels zeggen mugged by reality, dus overvallen door de realiteit. Ja. Dat is elk land overkomen nu. Dus we moeten ons plooien, helaas, allemaal. Ja. U heeft zich niet boos gemaakt. Ik had de indruk, Jan, dat jij je toch wel een beetje kwaad gemaakt hebt. Je hebt zelfs in het stuk dat je vandaag in het laatste nieuws hebt geschreven, heb je het over dit meisje gehad. Is dat nu zo moeilijk om 1,5 meter en zo en in uw kot zoveel mogelijk te blijven? Is dat nu zo moeilijk? Nee toch, hè? En jullie moeten het voorbeeld aan ons geven en wij niet aan jullie. Goed? Ja. Je schrijft letterlijk, hè. Ze heeft meer verstand dan al die... Ja, ze is alleszins wijzer en verstandiger dan een aantal mensen die hardleers en hardhorig blijkbaar zijn. Hè. En ik heb gezegd, wil men niet luisteren naar virologen, is men alle virologen, epidemiologen, intensivisten een beetje beu gehoord? Wel, luister dan naar dit meisje. Een briljante performance, vond ik. Ja, dat gaat dan ook viraal. Hè? Ik heb het mee ondersteund. Dat was niet te missen. Dat was een goed voorbeeld. Ja. Over wijsheid gesproken, meneer Boudry. Twee collega's van u, Universiteit van Gent. Ze hebben intussen ontslag genomen, een prof. Ik hoorde net, ik wist het nieuws nog niet. Dus ik kan natuurlijk wel. Ik heb de hele opname trouwens ook bekeken. Het incident een half uur lang duurde. Ja. Maar kan u in godsnaam uitleggen hoe dat kan? Twee intelligente mensen, is dat de drank die op dat moment in de man is, of wat is dat? Ik zou het graag willen geloven. Dat zou in die zin nog geruststellend zijn dat het gewoon het effect van de alcohol is. Maar eigenlijk is daar niet zoveel van te merken. Het is niet dat ze aan het lallen zijn of zo, of dat ze duidelijk aangeschoten zijn. Ze drinken wel tijdens de opnames, maar ze zijn relatief lucide. Dus ik vrees dat er meer aan de hand was. Wat mij vooral verontrustte, was de gretigheid waarmee dat ze... Als u zegt dat er meer aan de hand was, wat was er dan aan de hand? Wel, dat het niet zomaar iets is dat uitgelokt wordt of opgewekt wordt door de drank. Ik zei het ook tegen een collega die dat excuus van alcohol aanhaalde. Ik ga geen politie uitschelden voor fascisten en Nazi-Duitsland, ongeacht hoeveel ik gedronken heb of zo. Dus dat iets zomaar naar boven komt, dat is geen toeval. Dat komt niet zomaar uit de lucht gevallen. En wat dan mij het meest verontrustte, was de gretigheid waarmee dat ze de livestream lieten draaien. Zelfs weigerden om hem uit te zetten. Ze vonden het fantastisch. Ze hebben letterlijk gezegd, beste livestream ooit, fantastische les voor jullie studenten. Ze waren er echt oprecht van overtuigd dat ze hier goed zouden uitkomen. Dus dan denk ik, dan ben je zo losgezongen van de realiteit. Niet alleen omdat je de regels overtreedt, maar dat je dan ook
opzettelijk de politie provoceert, blijft jennen totdat ze dan inderdaad meer mensen optrommelen enzovoort, om dan verongelijk te doen enzovoort. Ja, dat is interessant. En dat case, academici zijn. Maar dan eerder voor de faculteit psychologie, ja, denk ik. Hè. Meneer Van Ranst, zullen we hier een prijs voor betalen? Want ik hoor langs de ene kant uw collega, ik denk dat het meneer Gilbert van de ULB is, die zegt van, dit gaan we zien. Ik hoor Steven van Gucht zeggen, met een beetje geluk passeert dat wel, zonder ongelukken. Wat is uw mening? Ik hoop dat we dat niet zien. Wat er afgelopen weekend gebeurd is. Ja, ik denk dat we ook moeten onthouden dat heel veel mensen heel erg hun best doen om die dingen wel te volgen en echt wel op te passen. En dat zorgt ervoor dat die curve naar beneden gaat. Je moet er inderdaad voor zorgen dat zulk een gedrag, dat het niet infectieus wordt. Mm-hmm. Ja, dat is belangrijk. En dan hoor je daar ook iets over te zeggen, denk ik. Als het niet te ver gaat, kan dit misschien nog een goed effect hebben, in de zin dat iedereen er nu... Je hoort meer en meer mensen, want ik hoor ook verhalen, hè, van barbecues in de tuin ernaast, maar wel ook dat er ingegrepen wordt door andere burgers. Ja, dus dat is een soort van sociale controle. Ja, die toeneemt? Dat hoeft niet verklikken te zijn van hier tot ginder. Maar men wordt daarop aangesproken, denk ik. Ja. Oké, ik ga toch even enkele cijfers erbij halen. We hebben altijd die grafiek van... uw collega van In Luiken, meneer Van de Wallen, die gooit dat elke dag op Twitter, wat wij handig vinden. Intensieve, dat is de onderste gebogen lijn. De horizontale is dan het maximaal aantal bedden op intensieve. Dat ziet er nog altijd goed uit. De ziekenhuisopnames, de lijn bovenaan, in die ook in dalende lijn zit, ziet er ook goed uit. 242 erbij vandaag. Dat is een flinke stap weer naar beneden. Dat is goed, hè? Dat is wel heel goed, ja. Nu, wanneer je die grafiek toont, dan heb je ook op dezelfde grafiek het aantal doden staan. Mm-hmm. Kunnen we hem dat nog eens... Zijn, ja, dat is de zwarte lijn. Hè? Dat is de zwarte lijn die steil omhoog gaat, of die in ieder geval sterk omhoog gaat. Dat klopt niet meer met die twee andere lijnen. Dit is de situatie, algemene bevolking die in het ziekenhuis terechtkomt. Mm-hmm. Maar die zwarte lijn van het aantal doden, dat is iedereen, ook de mensen in de woonzorgcentra. Maar dat aantal wordt niet meer bepaald door het aantal opnames of het aantal mensen op intensieve. Dus eigenlijk hoor je daar twee curves te zetten. Met de woonzorg... Met de woonzorgcentra apart. En hoe zit dat met die afzonderlijke cijfers? Is dat helemaal oké? Okay? Dat begint in orde te komen. Ja, heeft gekregen wat waar je om vroeg. Maar ik zie nu wel dat veel mensen, dus niet-Belgen... naar dus internationaal vergelijkende grafieken verwijzen. Dan zeggen, wat is er aan de hand in België? Daar kan ik de grafiek gaat door het dak enzovoort. Punthof van krijgen. Ja. Ja, alsof dat een soort van internationale competitie is. Nee, maar is het niet, natuurlijk. Dat is het niet. Dat is het niet, maar het heeft wel een pervers effect als we het op deze manier blijven samentellen en als we op deze manier blijven rapporteren. Ja. Ik heb vanmorgen voor de sport, ook al is het geen competitie, toch is die berekening gemaakt. Als wij nog een paar dagen doorgaan, een rato van 200, 250 doden per dag, en Spanje een rato van een 300-tal, zoals vandaag het geval was, dan zijn wij overmorgen, bij wijze van spreken, wereldkampioen. Dan zijn wij, nadat we voor het zilver Italië zijn voorbijgestoken, gaan we nu voor het goud ook Spanje voorbij. Ja. En dat is, denk ik, en dan kan je wel zeggen, en ongetwijfeld heeft u daarin gelijk, van het is niet te vergelijken, maar de rest van de wereld zit daar wel naar te kijken. En dat, heeft dan dat creëert een perceptie van een overheid die het niet aan kan. Volledig en met akkoord. Alle negatieve, nefaste gevolgen van dien voor onze economie. En is het niet te vergelijken? Nee, dat is niet te vergelijken. Wat we nu doen, is bijna iedereen die momenteel in een zorgcentrum sterft, en elke dag sterven er... Mm-hmm. Een paar honderd mensen in woonzorgcentra, elke dag. Mm-hmm. Ja. En nu komen die allemaal in die statistieken terecht. Allemaal. Ja. Dus, want mogelijk COVID. Toch dat waar dat is... van de besmetting vermoed wordt, toch? Nee. Waar gewoon, die gaan dood in een woonzorgcentrum. Maar iemand die een hartstilstand krijgt in een woonzorgcentrum, wordt daar toch niet bijgeteld? Die komen nu bij COVID terecht. Maar waarom alles doen we dat? Bijna allemaal komen ze daarbij terecht. Maar dat schiet er geen over anders. Maar waarom doen we dat dan? Ik vind dat dom. Onszelf in de voet. Ja, zijn wij het enige land dat dan zo ruime criteria handelt? Wij proberen daar het onmogelijke te doen. We hebben 104 ziekenhuizen. Iedereen slaagt erin om doden in ziekenhuizen te tellen. Ja. Want we hebben ongeveer 1500 woonzorgcentra. Ja, die sommige rapporteren, sommige rapporteren niet. En we proberen dat toch bijeen te krijgen. Dat is allemaal heel goed, maar we rapporteren dat dan ook. En dat is eigenlijk ander dan de paus. Elk ander overlijden? Bijna elk ander wordt daar Die andere landen die gaan dat wel
dus binnen afzienbare tijd een inhaalbeweging maakt. Dus er al wel een correctie uitgevoerd worden. Wat je moet naar kijken, en dat is ook gebeurd, en ik heb dat vandaag ook getweet, je moet kijken naar de overmortaliteit. Ja. En dat kan je perfect vergelijken in elk land. Die is heel vergelijkbaar. Ja. En die kan je perfect vergelijken. En wanneer je dat doet, dan zijn wij net als al elk ander land in Europa zelfs nog iets beter. Hoe groot is de oversterfte? Hebben we daar al zicht op? Want je moet dat een beetje tijd geven. Ja, wel, in maart was dat zeer beperkt. In april gaat dat uitgesproken zijn, zonder meer. Maar niet meer uitgesproken dan andere landen in Europa. Kijk, wanneer we nu koploper zouden zijn, meer doden dan China, op dezelfde weg als Italië en Spanje, dan is het wel heel raar dat wanneer ik nu naar intensieve ga, dat is daar sereen. Ja. Dat is bijna zoals in een kerk. Je hebt daar niet daarom, die panische dingen. Net daarom, meneer Van Anst, omdat die perceptie zo sterk afwijkt van de realiteit, zou je verwachten dat er wordt ingegrepen. En het is dan niet aan de virologen om in te grijpen, denk ik. Het is aan de politiek om in te grijpen. Ja. Dat gebeurt niet. Ik begrijp daar we rapporteren niets van. Onszelf eigenlijk. Is van, kom toch tussen, grijp toch in. Een paradox, de wet van Moynihan, die gaat eigenlijk over mensenrechten schendingen, maar die zegt... hoe erger het lijkt, hoe beter het in werkelijkheid is. Dat wil zeggen, in een land waar er heel veel klachten zijn over mensenrechten schendingen, dat wil zeggen dat dat een open samenleving is, waar mensen kunnen klachten indienen en ze weten dat ze verhaal kunnen maken enzovoort. Hoe beter dat de situatie wordt gemanaged, dus hoe eerlijker dat we rapporteren over die cijfers, onze hoe beter dat we de situatie onder controle hebben. De transparantie is een pluim, bedoeld. Precies, ja. Dus Rusland bijvoorbeeld en Turkije, waar eerst... werd verkondigd dat er helemaal geen probleem was. China misschien ook. China net hetzelfde. Dus dat land zal proberen de situatie zoveel mogelijk te verdoezelen. En ze dan ook er niet naar te handelen of veel minder goed aan te pakken. Ik denk in die zin, zou je het kunnen omdraaien, het feit dat wij dus zo'n ruime criteria hanteren, is misschien zelfs een indicatie dat we goed bezig zijn. We zijn transparant, maar we zijn bijna te eerlijk. We zijn te naïef. Onze naïviteit dreigt ons ook economisch zuur op te breken. Ik denk, de echte specialisten die begrijpen wel. Dus die mensen die ik dat zag tweeten of zo, dat zijn niet, dat zijn dan mensen die... Nee, maar dat is 99% van de wereldbevolking. En als we daar reputatieschade leiden of zo, dat is nu ook niet het einde van de wereld. Pas op, jong, pas op. Internationaal wordt daar wel naar gekeken. Ik heb daar wel vragen over, hoor. Ja, maar bedoel, de mensen die de touwtjes in handen hebben, dus in andere landen, die zullen dan wel... begrijpen toch dat daar dat je wel dat help ik u hopen. Ik ben daar nog niet zo zeker van. Waarom wordt dat dan niet op een andere manier gedaan als het zo belangrijk is en u bent het erover? Ik ben daar volledig mee. Ja, wat ontbreekt, dat is toch niet zo heel moeilijk om dat anders te bekijken. Nee, maar men is daar zo mee begonnen en men gaat daarmee verder. Ik vind dat een verkeerde logica. Waarom? Ja, maar over 2-3 dagen, als we echt opstaan, dan gaat de wereld een beetje op onze kop. Jan, maar heb jij er een verklaring voor waarom het dan niet gebeurt? Een regering, een overheid die op dat vlak te weinig alert is, denk ik. Die dat niet door heeft, zeg je dan eigenlijk? Ja, die hebben dat wel door. Alleen geven zij zich wel rekenschap, nogmaals, van de nefaste impact die dat zal hebben als wij echt op één komen te staan. Want als er nog vliegverkeer mogelijk was, dan stonden hier over 3-4 dagen stonden hier x aantal buitenlandse televisieploegen. Om uit te leggen hoe het wel kan. Ik heb vandaag een mail van een Ethiopische collega, dus een filosofieprofessor, die ons condoleerde eigenlijk van de situatie is daar zo belabberd in België. We horen de dramatische berichten enzovoort en we betuigen ons medeleven. Dan denk ik van, in Ethiopië, ik voel me enorm geprivilegeerd dat ik hier in België leef, dat er hier zo'n goed gezondheidssysteem is, dat er zoveel IC-capaciteit is. Misschien is het in Ethiopië nog niet zo ver verspreid, maar daar zit het er sowieso ook wel aan te komen. Dus ik denk dat het daar veel erger zal zijn dan hier. Alleen zal er inderdaad veel minder transparant over worden bericht. Maar nu inderdaad dus... Ook bij academici, mensen die dat eigenlijk zouden moeten begrijpen, kan nu wel de indruk ontstaan dat België bijna een nachtmerrie is. Terwijl net het bewijs is geleverd dat we het, zeker wat de ziekenhuizen betreft, niet de rusthuizen, maar dat we het perfect onder controle hebben. Hè? Nu, aan de andere kant moeten we wel, over die rusthuizen, we moeten daar niet te fier over zijn, ook niet. Hè? Nee, Frans, daar wil ik u nog één kort, want dan moeten we een stapje voortzetten. Ik wil u daar nog heel kort iets over vragen, over die woonzorgcentra. Dit weekend, ik maakte de bedenking, er wordt vaak geschermd met het feit, we hebben die voor de eigenlijke lockdown al op slot gedaan. Dat klopt, dat is ook zo. Maar dat is niet gelukt. Wel, op dat ogenblik, elke verzorger... die kon wel nog op restaurant en op café. Dus wat heeft dat uitgehaald? Want op dat moment, tussen die beslissing van de woonzorgcentra en de eigenlijke lockdown, waar ook de verplegers dan zich moeten aanhouden op dat ogenblik, was het ongebreideld. Hè? Is het daar niet misgelopen? Dat klopt, maar dat hadden we in de ziekenhuizen ook. Het verschil is beschermingsmateriaal.
Dat is eigenlijk het grote probleem geweest. Die hebben daar weken moeten werken. Maar als je de boel sluit, dan weet je ook dat er geen materiaal, dan zou je moeten weten dat er ook geen materiaal is voor dat, de verzorgers. Dat is een groot probleem geweest. Goed, even naar de Bee Gees. Hè. Zo worden jullie nu genoemd. De Bee Gees, de exit-groep. Ons favoriet nummer is Staying Alive. Ja, ja dat is een mooi nummer ook. In deze context, eerst rapport afgeleverd vandaag, of een nota? Ja, dat was een eerste rapport. Aan het kernkabinet. Ja, Erika Vliegen heeft dat gedaan. En wat mogen we al weten? Niks. Helemaal niks. Maar algemeenheden. Dan zal ik een paar dingen voorleggen. Hè, want Steven van Gucht, collega, heeft vrijdag in Ter Zake gezegd, ik schrok ervan dat hij dat wel al expliciet zei, na president Macron, die zei in Frankrijk, ja, we gaan 11 mei, tot dan blijft het zeker wat het is. Zei hij ook, midden mei lijkt me plausibel om toch een beetje te schakelen. Ja? Men heeft de keuze. Hè. De logica is, en de aankondiging in de vorige Veiligheidsraad was, we doen het tot 19, en dan waarschijnlijk verder tot en met de 3e mei. Ja. Mm-hmm. Dat is de Belgische logica. Nu kan men zeggen, van Macron doet het tot half mei, wij zullen dat ook doen. Ik vind, wij zijn Frankrijk niet. Wij hoeven Frankrijk toch ook niet slaafstart te gaan volgen. Zijn jullie het dan oneens op dat vlak van te zeggen midden mei? Eigenlijk maakt me dat nog niet zo heel veel uit. Het verschil is nu ook niet dramatisch groot tussen die twee datums. Ik denk dat het voor mensen misschien wel belangrijk is dat jullie een beetje hetzelfde vertellen. Hè? Als hij zegt van half mei... Niemand spreekt af met Macron hier. Hè? Nee, maar als Steven van Gucht zegt van oké, midden mei lijkt mij wel wat... Wel, er is een politieke realiteit natuurlijk dat wanneer het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel. Dat heeft natuurlijk wel invloed, en zeker op de Franstalige politici. Dus dat is een feit, dat neemt men mee. En dan is het ook aan de politici om dan daar een keuze in te maken. En zij zullen zonder enige twijfel morgen met een datum afkomen. Ja. En de scholen, gaan die voor zijn op de rest? Daar worden nog berekeningen over gemaakt. Dus welke berekeningen? Wel berekeningen van impact. Want daarom zitten er natuurlijk mathematische modelleerders in dat team. Is daar niet voor niks in. Ja. Dus de impact van alle mogelijke maatregelen die worden voorgesteld, die worden ook wel doorgerekend van welke impact heeft dat op het verloop van... Ook, maar ook op het verloop van de ziekte. Ja. Op het verloop van wat denken we dat voor de ziekenhuizen gaat betekenen. Mag ik u daar iets over vragen, over die scholen? Iets wat ik mij al een tijdje afvraag. Ik weet dus, het is inderdaad ook een voorbeeld van hoe als het regende in Parijs, het druppelde in Brussel. Dus de scholen gingen daar dicht, dan konden wij niet meer anders. Dus tegen het advies van jullie, van de wetenschappers. Maar dus jullie redenering was, we laten de scholen open, want we rekenen op de kudde-immuniteit, we rekenen op de immuniteit van die kinderen. Maar dat zou dus eigenlijk willen zeggen dat we die kinderen doelbewust gaan besmetten. Niet doelbewust, maar we rekenen er dus op dat dat onvermijdelijk zal gebeuren. Zijn gang laten gaan. Maar dan zou je bijna, bij wijze van gedachte-experiment, we kunnen die kinderen ook gewoon bewust besmetten. Er zijn ook al mensen die dat idee hebben geopperd van, kijk, hele kleine virale dosis. Ja. Er zijn mensen die zeer goede immuniteit hebben en die daar tegen kunnen. Dus ik zeg niet dat dat uw plan was, maar klopt dat logisch gezien, eigenlijk, als het inderdaad uw bedoeling was om die kinderen dus immuniteit te laten opbouwen, dan zou je bijna moeten zeggen, waarom besmetten we ze dat gewoon niet opzettelijk? We hebben daar in principe geen scholen voor nodig. We weten waar de kinderen zitten. Je zou in theorie, in een wereld zonder emoties, zou je dat kunnen doen. Ja? Maar in de echte wereld, dan vinden wij iets doelbewust doen veel erger, die beslissing om te nemen, dan wanneer dat een act of God is. Een onwillekeurig neveneffect, ja. Ja. Maar want u zei in het begin, ik vind het wel een beetje jammer dat we de scholen zo vroeg hebben gesloten. Wat mij betreft had dat... We hadden een paar weken kunnen wachten. Ja. En maar nu zeggen piekweken hadden we dat wel gedaan. Hè? Ja, dat weet ik, maar dan was het wel wat later gebeurd. En nu hoor ik wel de bonden daarnet ook in het journaal zeggen, we willen niks overhaasten, we willen de veiligheid garanderen. Dat snap ik niet goed. Als u zegt, we hadden het beter een beetje later opengehouden, en nu zeggen de bonden, wat zit daarachter? Wel, dan moet je aan de bonden vragen. Ja. Maar er zit iets achter. Ja, maar bij de bonden gaat het niet over, of niet primair over de veiligheid van de kinderen. Daar gaat het over de veiligheid van, of de gepercipieerde veiligheid van de leerkrachten. Mm. Ja, om hen niet te besmetten. Een redenering die ik voor een deel kan volgen, maar voor een deel ook wel niet. Dus ik denk dat erachter zit. Oké. Goed. Dus zij willen graag zich laten testen. Ja. Wat nu nog niet kan. Wel, testen of zij immuun zijn of niet. En dan heb ik aan hen gevraagd, wat ga je doen wanneer die test positief is en wat ga je doen wanneer die test negatief is bij iemand? Ja, wanneer het gaat zijn, enkel positieve leerkrachten mogen lesgeven,
dat gaat tegenvallen. Hè? Dan heb je een probleem. Want dat gaat misschien maar een paar procent zijn wat dan gaat kunnen lesgeven. Dan gaat dat niet. Ja. En wat ga je dan doen? Ja, de scholen nog een paar jaar dicht doen. Dus dat is gewoon... Okay. Dat gaat niet. Goed. Volgende hoofdstuk, de mondmaskers. Oh, mijn favoriet onderwerp. Uw favoriet. Ja. En in andere landen ook intussen volle ingang gevonden. Eerst gaan we naar Spanje, waar vanaf vandaag enkele coronamaatregelen versoepeld zijn. Wie met het openbaar vervoer naar zijn werk pendelt, is verplicht een mondmasker te dragen. De overheid deelt 10 miljoen stuks uit in de grootste stations en metrohaltes. Oostenrijk versoepelt vandaag een deel van zijn coronamaatregelen. Duizenden winkels mogen weer open, onder strikte voorwaarden weliswaar. Het aantal klanten wordt beperkt en iedereen moet een mondmasker dragen. L'État, à partir du 11 mei, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Is het tijd om er bij ons ook stilaan over na te denken? Wel, dit hebben we een aantal weken geleden nu al ook gezegd. Dat wanneer we die exitmaatregelen gaan echt beginnen, dat we dan ook een plaats gaan vinden voor mondmaskers daar. Dan gaan we, zeker in openbaar vervoer, gaan we crowding, veel mensen op een kleinere oppervlakte, gaan we dat niet meer kunnen vermijden. Wanneer we alle winkels open gaan doen, dan is dat ook al moeilijker om het aantal mensen per vierkante meter heel goed te gaan controleren. En dan is er wel een plaats voor mondmaskers. Dus zegt u bij deze formeel dat het deel zal uitmaken van die exitstrategie? Daar gaat nog wel. Dat hebben we weken geleden al gezegd. En ik denk dat niemand daar... van gedacht veranderd is. Dus dat zal wel gebeuren? Daar is ook consensus rond dat dat zal aangeraden worden of verplicht worden? Daar hebben we het weken geleden al over gehad. Mm-hmm. Verplicht is dan weer iets anders. Dat is een politieke beslissing. Maar dat die gelegenheid gaat geboden worden, daar moeten we voor zorgen. En dat gaat dat gaan verschillende strategieën zijn die daar gaan moeten samenlopen om ervoor te zorgen dat iedereen aan een masker geraakt. Hè. Er gaan maskers aangekocht worden. Er gaan ook zelfgemaakte maskers gepromoot worden. Dat hebben we trouwens van in het begin gedaan. Ja, het farmaceutisch agentschap vond dat geen geweldig goed idee. Want daar kan je natuurlijk geen strikte normen op gaan plakken. Je kan niet, wanneer grootmoeder een masker heeft gemaakt, dat gaan testen van hoeveel houdt dat tegen of niet. Dat gaat dan wel niet. Maar het gaat een combinatie van die verschillende dingen gaan moeten... U weet dat sommigen dan van een bocht zullen spreken nog altijd, hè, als het moment dat echt gecommuniceerd wordt. Ja, dat is nu echt niet zo. Hè? Ik had één voorbeeld daar straks waar ik moest aan denken. Als het nuttig kan zijn wanneer mensen op bepaalde plaatsen samenkomen waar het druk is, dat kan bijvoorbeeld in een supermarkt, dan zou het nu bijvoorbeeld in de supermarkt ook al nuttig kunnen zijn. Maar in de supermarkten is het nu super georganiseerd. Niet overal. Misschien niet overal, en daar geef ik u dan wel gelijk in. Maar in ieder geval op de meeste plaatsen, de supermarkten waar ik kom, wordt er mooi afstand gehouden, worden die karretjes proper gemaakt, die handbaar daar. Wordt er afstand gehouden. Natuurlijk, wanneer je elkaar passeert, dan ga je vluchtig waarschijnlijk geen anderhalve meter afstand hebben. Maar wanneer je dat karretje vast hebt, dan kom je niet echt op kortere afstand van elkaar daar. Het zou misschien wel iets kunnen helpen, ook op dit moment. Allee, is dan toch niet een beetje destijds gecommuniceerd om de mensen weg te houden van de massale bestorming online of in de winkels, om ze weg te houden van de aankoop, zodat ze beschikbaar kunnen blijven? Ik heb nu geleerd dat virologen enkel wetenschap mogen zeggen en enkel mogen zeggen van die maskers zijn goed of niet goed. En ik heb iedereen zijn mening daar al wel over gehoord. Heeft Jan Segers er ook al over geschreven? Iedereen. Ja? Maar dat een bocht noemen, eigenlijk, dat is niet serieus. Maar een bocht is op zich geen... Dat is eerbaar, hè? Dus voortschrijdend inzicht, toegeven dat je vergist hebt. Ja. Denk trouwens ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie uiteindelijk die bocht zal maken. En, op een bepaald moment misschien wel. En uiteindelijk, ik heb ook discussie gevoerd met de Aziatische collega's enzovoort. Ik moet nu ook toegeven, aanvankelijk dacht ik ook van ja, dat is allemaal niet nodig, want de Wereldgezondheidsorganisatie enzovoort enzovoort. Ik denk dat we uiteindelijk op een punt zullen komen dat we zullen moeten toegeven, collectief, dat de Aziaten in Zuid-Korea enzovoort, dat ze eigenlijk gelijk hadden. Maar ik denk dat wat wel het probleem is niet zozeer die bocht die werd gemaakt, maar inderdaad de indruk die werd gewekt dat er op een strategische manier werd gecommuniceerd. En als ik dat even concreet mag maken, het grote bezwaar daartegen is natuurlijk dat het op lange termijn de geloofwaardigheid ondergraaft. Dus op korte termijn kan het een voordeel bieden, omdat de bezorgdheid volledig begrijpelijk is. Als mensen storm gaan lopen voor die mondmaskers en ze gaan die gaan hamsteren, dan blijven er geen meer over voor de zorgverleners. Er zijn er geen. Er waren er sowieso geen. Ja, goed, dus in die zin stelde de discussie zich niet. Maar toch
Daarnet, bij het begin van het gesprek, vroeg Bart over uw uitspraak van de Wuhan-lockdown die er zit aan te komen. Ja, maar meent u dit echt? Of zegt u dit eigenlijk uit effectbejag, omdat u een bepaald doel wil bereiken enzovoort? Dat is het effect dat mensen zich beginnen afvragen. Ja, die Van Ranst, wat hij nu zegt over mondmaskers of wat hij nu zegt over lockdown, zegt hij dat nu omdat hij ons een beetje bang wil maken of dat hij ons een beetje wil geruststellen? Of is het echt zijn oprechte overtuiging die hij in alle eerlijkheid naar buiten draagt? Dus ik denk dat ik zeg niet dat... Ik heb zeker nooit het woord liegen of zo in de mond genomen, maar ik denk wel dat op zijn minst de indruk is gecreëerd en dat de indruk is gecreëerd dat er strategisch is gecommuniceerd en dat het veel beter was geweest om van bij aanvang te zeggen van kijk, mondmaskers zijn nuttig en het zou nuttig zijn als we er maar voldoende voorraden hadden, maar helaas, op dit moment kunnen we niet anders dan te zeggen... Dat hebben we ook van in het begin gezegd. We zeggen van, ja, we moeten deze voer behouden. Ja, voor de mensen wel gezegd in de hier zorg. Ook dat het nooit strategie geweest is. Hè? En dat is ook wat Ja, dus mensen denken dat. Het is niet nuttig, het is zinloos, het is zo voort. Maar met deze maatregelen die we nu hebben, blijf ik dan nog altijd achterstaan? Dat op dit moment heeft dat... om nu nieuw te dragen, heeft dat geen zin. Maar eigenlijk in een andere fase dan... Als er toen voldoende waren geweest... Dan was het wel zinvol geweest om ze te dragen, ook in supermarkten. Eigenlijk was het een kwestie van voorraad. Jan, tot slot. Ja, ben de discussie over die mondmaskers en was dat strategie of niet, ben ik na 14 dagen echt wel beu. Ten eerste omdat lijkt het wel alsof we de hele aanpak van deze crisis gaan herleiden tot hoe het is gegaan met die mondmaskers. Quote non natuurlijk, dat zou helemaal unfair zijn. Er zijn een aantal fouten begaan en we hadden meer vooruitziend kunnen zijn. Oké, maar dat maakt niet het winnen of het verliezen van onze strijd tegen het coronavirus. Heel belangrijk, denk ik, is wat Maarten zei over dat voortschrijdend inzicht. In normale tijden, maatschappelijk en politiek, zou je mensen die van gedacht veranderen heel snel opportunisten noemen of populisten. In dit geval heb je te maken met een virus dat we niet kenden, dat we niet hebben zien afkomen en dat toen het er was, dat we nog altijd niet op zijn juiste waarde konden inschatten, waarvan we nog altijd, op vandaag, nog altijd niet alles kennen. Dus is het logisch voor de politiek, voor virologen, ik zou zelfs zeggen voor de media, dat ze zich af en toe... Zelfs voor de media. Dat ze zich af en toe vergissen. Maar dat dat veel te maken heeft met de veranderende omstandigheden ook. Wat... een maand geleden geldig was, is dat niet noodzakelijk vandaag nog. En omgekeerd. Goed. Hoofdstuk Mark Van Ranst. U mag zo meteen ook nog meepraten. Ah, dat is goed. Er zijn nog andere kanten aan dit verhaal. Hoofdstuk Mark Van Ranst. Economische, ook politieke. En een vraag die je na afgelopen weekend hè, met veel zon, veel mensen buiten, we hebben het er daarnet over gehad, die je dan vaak hoort stellen, is waar zit onze premier eigenlijk, Sophie Wilmès? En wie is nu eigenlijk de leider die de mensen door een crisis van dit kaliber moet helpen? In Frankrijk, denk ik, is dat redelijk duidelijk. Het moment que nous vivons... est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier. Et nous tiendrons. Vive la République. Vive la France. Ja. Het werkt wel, zegt u. Ik heb er bijna zelf rillingen van. Het afscheid van Valéry Giscard d'Estaing, dat iemand nog zo plechtig heeft op zijn presidentieelste. Het is bijna de Franse Obama. Hè, zoals missen wij dat? Ja, we hebben niemand die dit kan, denk ik, op dit moment. Maar ook niemand die dit wil. En dat valt in dit geval, denk ik, Sophie Wilmès, met alle kwaliteiten die ze nogthans heeft, wel kwalijk te nemen. Ik denk dat zolang zij premier was in lopende zaken, dat haar terughoudendheid en haar discretie, dat die logisch waren en zelfs aan te bevelen waren en wenselijk waren. Op het moment dat die regering overgaat naar een echte regering, denk ik dat je op een heel andere manier je tot de bevolking moet gaan richten, ook veel frequenter dan zij tot dusver heeft gedaan, indringender,
kom bij de mensen binnen door desnoods, zoals dat 20 of 30 jaar geleden nog het geval was, met ouderwetse regeringsmededelingen. Kom in de journaals zitten en op VTM Nieuws, bij RTL. Hoe vaak heeft u contact met haar? Af en toe. Maar... Is dat een bewuste keuze? Hè? Want de vraag die nu gesteld wordt, kijk, als iemand zoals een Macron of als Wim Mes dat zou doen voor zo'n paasweekend, lekker weer komt eraan, de bevolking zou toespreken en het vastnemen en zeggen, mensen, we hebben jullie echt nodig op dit moment, dit is wat jullie moeten doen, zou dat niet geholpen hebben? Misschien wel. Wat ik niet goed begrijp, is dat u zegt dat niemand het wil doen. Kan doen, dat snap ik, maar wil doen... Het lijkt alsof men de verantwoordelijkheid toch overlaat... Want dit gaat over leven en dood. Hè. Is iets anders dan in andere problematieken. Dit gaat over leven en dood. En dan laat men de verantwoordelijkheid om daarover te beslissen en ook daarover te communiceren veel of vaak, te vaak over aan de wetenschap. Aan jullie, in dit geval. Heeft u het gevoel dat de risico's die wel inherent zijn aan zo'n crisis, dat die zijn uitbesteed aan de wetenschappers? Wel, het is ook niet onopgemerkt dat ik vaak in journaals en programma's zoals dit zit. Juist daarom. Dat besef ik ook wel. Is dat een bewuste keuze? Het is nu zo gelopen. En ik zie dat in een aantal andere landen ook wel zo loopt. Ja. Een aantal landen maakt daar andere keuzes in. En daar is het duidelijk, de premier of de minister die continu communiceert. Ja. Maar bon, elk land maakt daar zijn eigen... Ja. En ik denk zelfs niet dat dat een keuze is. Die dingen gebeuren soms. Ja. Het gebeurt soms. Maar het had kunnen helpen als Wil Mes, als de premier... toespraak had gehouden. Ik denk ook niet dat... dat misschien kunnen helpen. Alhoewel, we vinden het geweldig als we dat zien van Macron, maar we weten ook niet echt of het veel effect heeft gehad. In de zin van... stel dat hij die toespraak niet had gegeven, of stel dat er iemand anders premier was geweest. Ja, je hebt niet echt een referentiepunt. Maar is het duidelijk, dat is duidelijk op dit moment zo doet? Dus dit, ja, maar is het duidelijk... Zoals Mark zegt, de oversterfte is daar ongeveer gelijk, zoals hier. Er zijn daar ook mensen die bekeuringen krijgen omdat ze zich niet aan de regels houden enzovoort. Ik denk wel... hier is bijvoorbeeld Mark van Ranst het uithangbord van de crisis. En die frequenteert de debatprogramma's het meest. In Frankrijk is dat dan misschien meer Macron. Enfin, ik ken de situatie daar niet. Ze hebben daar misschien ook het equivalent van Mark van Ranst. Maar ik denk wel dat het in de praktijk niet zoveel verschil uitmaakt als je die verschillende landen met elkaar vergelijkt. Ongeacht wie daar nu het uithangbord van is en wie dat verhaal gaat vertellen, is het inderdaad zo dat voor een groot stuk het roer een beetje is overgenomen door wetenschappers, virologen, epidemiologen. En gelukkig maar. Ik bedoel, maar is het niet belangrijk in de Verenigde om... Staten of in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, daar heeft het heel lang geduurd tegen dat ze uiteindelijk hebben ingezien van oké, dit is niet meer louter een politieke kwestie. We moeten hier echt het advies van wetenschappers volgen. Daar zijn duizenden, tienduizenden mensen noodloos gestorven. En ook die, zelfs Trump, het virus heeft de zeer merkwaardige kwaliteit dat het zelfs Trump heeft doen inzien dat hij verkeerd zat. Enfin, hij zal het niet toegeven, maar hij heeft in ieder geval zijn mening bijgesteld. Dus ik denk nogmaals, als we ons te veel blind staren op wat er in België gebeurt en wat we eventueel anders hadden kunnen doen, dat geldt voor de saga over de mondmaskers, maar denk ik ook over Sophie Wil Mes. Ik denk niet dat dat echt een hemelsbreed verschil had gemaakt. Als je kijkt met de omliggende landen. Nee. Sommige landen hebben het wat vroeger gehad, hebben het pech gehad, zoals Italië. Andere landen, zoals Zweden, die blijken Maar is het een goede zaak dat hier... Want we hebben enkele heel duidelijke gezichten nu. We hebben u, professor Van Ranst, Erika Vliegen, Geert Meijfroot. Je hebt een aantal namen die de hele tijd terugkomen. Opvallend goed communiceren. En beschikbaar zijn, dat mag ook eens gezegd worden. Soms beter communiceren dan onze politici, die daar nogthans meer ervaring in hebben. Wel, is het een goede zaak dat het hier in de handen van de wetenschap wordt gegeven. Ja, ook de niet helemaal. Ze zouden iets aanweziger mogen zijn. Dat geldt niet voor elke minister. Er zijn er een aantal die opvallend aanwezig zijn en hun rol ook meer dan goed vervullen, blijf ik vinden. Mm-hmm. Wat je merkt is dat er nog altijd oppositie wordt gevoerd, een beetje politicien, zowel op links als op rechts, als op extreem links en op extreem rechts. Wordt en dat veel geld uitgegeven aan campagnes. Ja, dat die regering iets meer onder vuur ligt, vind ik, dan ze op dit moment zou mogen liggen. Wat je wel opmerkt, is dat goede bestuurders in vredestijd, zeg maar, niet noodzakelijk hele geschikte crisismanagers zijn. Ik twijfel er niet aan dat iemand als Wouter Beke hard zijn best doet. Hij heeft niet het profiel van de troubleshooter, niet iemand die erin vliegt en dan
heel radicaal van de een op de andere dag zegt en zo gaat het zijn en ik leid dit. Maar het feit dat hij nu een crisismanager aanstelt met mevrouw Moijkers, zegt dat ja, alles voor jou? Ja, maar dat zou de politici zelf moeten kunnen natuurlijk. Mevrouw is een gewaardeerd kabinetchef geweest gedurende een hele tijd. Weet uiteraard waar ze het over heeft, maar je verwacht van politici dat zij het zelf doen. Nogmaals, het is niet de schuld van Wouter Beke wat er zich nu aan het afspelen is in onze woonzorgcentra. Je zou nog kunnen zeggen dat het voor een deel medeverantwoordelijkheid is van zijn partij, CD&V, CVP, die op Mieke Vogels na de voorbije decennia welzijn altijd onder zijn hoede heeft gehad. Maar zelfs dat is misschien te veralgemenend en een beetje te simpel uitgedrukt. Maar Beke erft natuurlijk een tanker die je niet zomaar van richting verandert. Hè? Dus ik pleit een beetje voor... Ja. Om dat af te ronden, ik pleit toch wel voor enige mildheid voor de regering, voor de regeringen in deze crisis. Ik ben veel en veel scherper, kwader zelfs, omwille van het gebrek aan vooruitziendheid en het gebrek aan daadkracht, wat meestal dezelfde politici hebben getoond in rampen die je wel ziet afkomen. Het klimaat, de energietransitie, de mobiliteit en de files, de vergrijzing. Maar laat ons daar eens naartoe gaan, want dit verhaal... Ja. Peter Piot heeft hier jaren geleden al voor gewaarschuwd van let op voor zo'n epidemie, pandemie. Kan er wel eens aankomen. Dan zou je kunnen zeggen, op dat moment moet je zien dat je mondmaskers en alle voorzieningen hebt, ook in woonzorgcentra. Dat is niet gebeurd. Oh, pas op. Hè. Er zijn wel een aantal crisissen geweest. Ebola, pardon. SARS. SARS in 2003, vogelgriep, Mexicaanse griep, die allemaal wel automatismen hebben bijgebracht. Toen we de Mexicaanse griep afsloten, dan was er een strategische stok. Ja. Er zijn een heleboel modules voor bepaalde dingen op te vangen. Die zijn vernietigd. Dat was natuurlijk niet... Ja, maar wat ik wil vragen is, wat houdt ons tegen? Want dit is natuurlijk iets, hier loopt het fout, op de meest tastbare manier, namelijk mensen sterven van vandaag op morgen. Wat houdt ons tegen, als het een goed idee is, dat is de vraag voor jullie, om met klimaat, met pensioenen, klimaat iets waar u ook op focust, om daar net hetzelfde mee te doen en de wetenschappers het wat in de hand aan... Maar ja, als je met hetzelfde bedoelt dat we de wetenschap volgen in haar diagnose van het probleem, dan ben ik het volledig eens. Dus dan hoop ik ook dus dat misschien de geloofwaardigheid die de wetenschap nu geniet, dat die misschien ook wel zal afstralen, niet alleen op virologen en epidemiologen, maar misschien ook op klimatologen enzovoort. Dat mensen misschien denken van, diezelfde wetenschappers die ons gewaarschuwd hebben voor die pandemie, die hebben misschien ook een punt als het gaat over het klimaat. Dus dat hoop ik wel. Ik wil daar ook niet te naïef in zijn. Maar het is wel zo, het gaat gewoon om twee totaal verschillende problemen. Het klimaatprobleem is zoveel meer ingewikkeld. Het is iets dat, zoals Mark daarnet zei, dus als je vandaag te laks bent en je komt weer uit je kot enzovoort, en je gaat andere mensen besmetten, dan ga je dat binnen tien dagen ga je dat zien in de statistieken. Stel dat we van vandaag op morgen helemaal niks meer uitstoten, dan duurt het 30 jaar letterlijk, tegen dat we het eerste effect gaan zien in het klimaat. En dan is het ook niet... De handelingen die wij hier nu stellen, die kunnen onze buren en onze vrienden en onze familie beschermen tegen het coronavirus. Maar de handelingen die wij hier nu stellen, die zijn globaal. De atmosfeer, die zit vol met CO2. En het CO2 dat in China wordt uitgestoten, dat komt ook hier terecht en vice versa. En is de conclusie wat als het over de verhouding tussen wetenschap en politiek gaat? Het is zo dat er zit altijd een spelingsruimte tussen wetenschappelijke conclusies en politiek. Dus de wetenschap zal nooit iets voorschrijven. Wetenschappers gaan nooit zeggen, nou, kijk, het is aangetoond dat er een lockdown moet komen of zo. Nee, ze kunnen alleen maar modellen maken en zeggen, kijk, als we dit doen, dan vallen er waarschijnlijk zoveel doden. Dan gaan er zoveel hospitalisaties zijn. En dan de verzwegen premisse is daar dan vaak, ja goed, we willen vermijden dat er doden vallen, dus dan volgen we het advies van de wetenschappers in de zin van, we gaan voor het scenario waar het minst doden vallen. Die spelingsruimte is in het geval van coronavirus relatief klein, dus met enkele uitzonderingen daar gelaten, zoals de sluiting van de scholen, zie je eigenlijk dat de adviezen van de wetenschap vrij direct worden opgevolgd, omdat het ook echt op een urgent probleem gaat, dat is gewoon zeer nabij is en zeer onmiddellijk. Bij het klimaat is dat veel ingewikkelder en zit er ook veel meer politieke spelingsruimte. Dus iedereen is het wel over eens, CO2 is de boosdoener, daar moeten we vanaf. Ja, maar dat is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan. Er zijn nog enorm veel
politieke discussies die dan moeten gevoerd worden over ga je voor hernieuwbare energie, ga je voor kernenergie, ga je voor koolstofcaptatie, ga je bossen aanplanten. Bij een virus is het vrij duidelijk. Je moet het gewoon klein krijgen en vermijden dat het zich verder verspreidt. Dat is een veel simpeler probleem. Denk ik dat je nooit helemaal blind kan varen op de wetenschap alleen of op wetenschappers alleen, want als je hen laat doen, bij wijze van spreken, ja, dan raakt hun eigen probleem binnen hun eigen sector wel opgelost, maar vaak ten nadele van andere problemen die dan opreizen. Daar bestaan politici. Denk je dan echt? Ja, dat denk ik echt. Ik denk daar dat bestaan even goed de virologen en de medici met de economische impact daarvan. Nee, dat is juist. Maar daar zijn politici voor. Nee, daar zijn politici voor om ervoor te zorgen dat economie en gezondheid in dit geval, dat die elkaar mooi uitbalanceren. Maar als je bijvoorbeeld aan mobiliteitsdeskundigen, deskundigen in verkeersslachtoffers zou vragen om het beleid helemaal uit te tekenen, ja, dan rijden we wellicht allemaal nog 20 per uur. Dan zal het aantal verkeersslachtoffers drastisch dalen. Plus, maar dat heeft dan zijn gevolgen ook weer voor de economie. Plus, in jullie groep zitten ook economen. Daar zal toch wel een beetje spanning op zitten tussen wat jullie zeggen van kijk, dit is echt wat we nu moeten doen. Wel, minder dan men zou denken. Maar toch enige spanning. Ja, maar wel heel veel begrip ook. Ja. Dat alle medici en wetenschappers die daarin zitten begrijpen ook wel dat het gaan voor een nul risico, ja, dat niet bestaat en dat ook niet de beste keuze zou zijn. Precies. Dus iedereen begrijpt daar ook wel dat die economische aspecten dat die even reëel zijn en die gevolgen dan te gaan naar nul doden. En langs de andere kant weten de mensen die de economie ook wel behartigen, weten die ook heel goed dat ja, gelijk wat doen en geen enkel bezorgdheid over het aantal doden, dat ook niet gaat. Maar als je niet de koepel van de politiek zou hebben, kan je wel stellen dat er misschien dat wel moeilijk zou zijn op bepaalde momenten om het onder controle te houden, hè? Die spanning. Wel, en die dan kan u ook zeggen, en ik zit hier niet om iemand te verdedigen, dat de keuzes die gemaakt zijn in de samenstelling van de groep, door de premier dan, dat dat nog zo slecht niet gekozen is. Hè. Dan zijn daar alle mogelijke evenwichten zijn daar bewaard. Sommigen zeggen wel, waar zijn de sociologen en de gedragswetenschappers? Daar zitten, die worden voldoende ook geraadpleegd. Mensenrechten? Je kan een groep maken van 100 mensen. Ja. Hè, en dan ga je daar ook wel ergens de vereniging... Ga je nog filosofen gaan uit. Kan er een... Well, stel je voor. Ik denk dat tijd om af te ronden. Je kan er een heel parlement van maken, zolang je op de duur nog volmachten nodig hebt om nog tot besluiten te komen. Goed. Morgen de Veiligheidsraad. Wat brengt de dag nog voor u? Moet u dan nog mee adviseren? Is alles klaar? Want vorige keer moest u 's nachts nog gaan schrijven. Hè? Alles is klaar. Dat is de meest rustige dag eigenlijk, wanneer het dan uiteindelijk allemaal gebeurt. Oké. We houden het in de gaten. We volgen het op in het journaal. De collega's van Ter Zaken en hier bij ons. Dank je wel voor jullie komst. Ik moet echt plaatsmaken voor meer vrouwen op straat. Die lobby is sterk aanwezig ook. En terecht ook natuurlijk. Sophie Lemaire komt eraan. Dank voor het kijken, dames en heren. Mooie avond nog bij Canvas. En tot morgen.